Tijdens een DNA-vergadering deelde president Chandrika Prasad Santokhi mee dat de regering herstructurering van de openstaande schulden bij de Amerikaanse bondholders heeft kunnen bewerkstelligen. Als onderdeel van deze herschikking wordt er een korting van 25% toegepast. Dat betekent dat we in plaats van 880 miljoen US dollar nu slechts 650 miljoen dollar moeten betalen. De aflossing op de schuld begint in 2027. Dat betekent dat de schuldherschikking het einde betekent van de default status. De voorzitter, dit betekent ook dat ons land aantrekkelijker zal worden als een investeringsland, meneer voorzitter. En we zullen minder betalen en dat is een kwart minder van het bedrag. Dus van de 880 miljoen Amerikaanse dollar zullen we met de schuldherschikking alleen 650 miljoen moeten betalen. Dit betekent ook dat we in het jaar 2024-2025 slechts 4,95% aan rente gaan betalen, terwijl de rest na 2025 betaald zal worden. De georganiseerde vakbeweging heeft in de afgelopen dagen overleg gehad met een team van ministers belast met de onderhandelingen met de vakbonden. Op basis van projecties van inkomsten heeft de regering toegezegd dat ambtenaren een additionele koopkrachtondersteuning belastingvrij zullen ontvangen. En afgesproken is namelijk dat voor de komende 6 maanden een bedrag uitgekeerd zal worden van 2500 SRD voor ambtenaren en daarmee gelijkgestelden en voor gepensioneerden een bedrag van 1800 SRD, meneer de voorzitter. En samen met de vakbonden is er een tijdlijn afgesproken waarin de maanden zijn opgenomen over hoe en wanneer deze bedragen allemaal betaald gaan worden. Het gaat om de maand mei, daar begint het al, meneer de voorzitter. Deze maand al. Daarna weer in de maand juni. Daarna weer in augustus. Dan in september. Dan in oktober. En dan in november. Meneer voorzitter. In het kader van de technische gesprekken voor een nieuw IMF-programma zal een team van het IMF in ons land zijn om noodzakelijke hervormingen te bespreken. Met als doel om te komen tot die noodzakelijke hervormingen binnen onze economie. Meneer voorzitter, zal er een team van IMF afreizen naar Suriname. Er is een heel lijvig programma, lijvig agenda om te komen tot afronding van het nieuwe programma, meneer voorzitter. Bedankt voor uw aandacht, afdeling woordvoering van het kabinet van de president.